Het beroepsonderwijs krijgt certificaten die internationaal geaccepteerd worden. Onderwijsminister Marie Leven zei gisteren op een persconferentie dat het belangrijk is dat onze opleidingen voldoen aan internationale standaarden. Met diverse stakeholders is er in de afgelopen 5 jaren gewerkt aan een trainingsautoriteit die certificaten gaat geven aan de beroepsopleidingen. Omdat we veel buitenlandse bedrijven in Suriname krijgen en die eisen gecertificeerde opleidingen. Dus zelfs de taxichauffeur moet gecertificeerd zijn, anders mag de werknemer van een bepaald bedrijf niet in een taxi rijden van een taxichauffeur die niet gecertificeerd is. En zo krijg je alle beroepen zullen op den duur een certificaat moeten hebben. Maar het belangrijkste is, je zult met elkaar kunnen communiceren. Als we in Suriname dan spreken over een timmerman eerste klas, is dat precies hetzelfde als de timmerman eerste klas in Canada. Dat zijn de afspraken die wij hebben gemaakt met de rest van de wereld. En daarom hebben we een training authority die gaat letten op de standaarden, zodat we die aansluiting vinden met de rest van de wereld. Dus dat is af. Ook daar is er een speciaal gebouw voor neergezet. Openen we ergens in mei, geloof ik, april, mei, dat is klaar. Van waaruit al deze activiteiten met betrekking tot certificeren. Local content is iets nieuws in Suriname, niet voor onderwijs. Onderwijs heeft altijd local content geleverd. De samenleving heeft altijd local content geleverd. Wat we nu aan het doen zijn, is zorgen dat de mensen ook gecertificeerd zijn. En met dat certificaat kun je de wereld rond. Levens geeft aan dat in de tussentijd 600 personen zijn getraind, zodat ze begrijpen wat de standaarden inhouden. Er is dus voldoende hulp voor het beroepsonderwijs om deze ontwikkeling door te maken. Het ministerie werkt ook aan het op gang brengen van het onderwijsproces in de verre dorpen in het binnenland. Er zijn bijvoorbeeld kinderen in de dorpen Amatoto en Kuruni die nog nooit naar school zijn geweest. Dus in de leeftijd van 4 tot 15... hebben wij daar kinderen lopen die nog nooit naar school zijn geweest. En die dus allemaal nog in het eerste leerjaar zullen beginnen. Dus je zal een eerste klas hebben met 6-jarigen, maar ook een eerste klas met 15-jarigen. En voor die 15-jarigen, die intussen heel veel praktische ervaring hebben opgedaan, krijg je natuurlijk een ander curriculum dan de kleintjes die pas op school komen. Het meest blij ben ik natuurlijk dat we gestaag vorderen met de bouw in Amatoko en Kuruni, een verlaten dorp. En waarom ik er blij mee ben, is omdat het een speciale vorm heeft. Het is een tripartiet samenwerking. Overigens, overal hebben we medewerking van de lokale bevolking, maar zeker in Kuruni en Amatoko. Daar hebben we een samenwerking met een niet-gouvernementele organisatie en de bevolking. Minister Levens zegt dat het veel tijd heeft gekost om voor deze twee dorpen een curriculum te ontwikkelen. Er moesten gesprekken gevoerd worden met de kapiteins. Materiaal moest naar het gebied gebracht worden en het ministerie moest zoeken naar leerkrachten die daar willen werken.